Maastricht, een eeuwenoude stad in beweging. Zeker ook als het gaat om stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen, cultureel erfgoed en zelfs op interieurgebied. Als we alleen al kijken wat er de afgelopen 25 jaar is veranderd. Woningen, winkels, wijken, maar ook culturele instellingen, parken en monumentale panden. Architectonische ingrepen hebben er gezorgd voor het veranderende gezicht van Maastricht. We zijn hier in winkelcentrum De Lijn, in Heer. Heer, vroeger een zelfstandige gemeente. In 1970 bij Maastricht gevoegd. Er zijn prachtige winkelcentra, onder andere hier ook in Heer. Maar we moeten het eigenlijk plaatsen tegen de achtergrond van vroeger had je de winkel op de hoek. Nadien kreeg je in de steden de grote bazaars. En bij de uitbreiding van de wijken van de steden kreeg je winkelcentra. Hier gaan we een prachtig voorbeeld zien van een nieuwe generatie winkelcentra waarin behalve winkels beneden ook woningen boven aanwezig zijn. Het bijzondere aan dit project is eigenlijk dat we op een plek staan waar het bestaande winkelcentrum, hier voor mij rechts met het paviljoen, het enige ding was in de omgeving qua winkelen. En dat op de plek van het nieuwe winkelcentrum, het huidige nieuwe winkelcentrum, vroeger een drankenloods stond van Recco. Nou, de mogelijkheid was met gebruikmaking van met name het hoogteverschil door een groter winkelgebied te krijgen, wat goed is voor de wijk Heer als servicecentrum. Maar ook om woningen toe te voegen op het hoge niveau, zodat het wonen gekoppeld is aan het wonen op het hogere niveau. Met daarbij de mogelijkheid dat je dan ook heel goed met trappen en hellingbanen het hogere en lagere gedeelte, de dorpsstraat, met het hogere gedeelte van Heer aan elkaar kunt koppelen. Toen ontstond er natuurlijk een gigantisch probleem ten aanzien van parkeren. Want vroeger was op het binnenpleintje kon je met de auto parkeren. Maar door het toevoegen van een parkeergarage hebben we die parkeerdruk kunnen verminderen. Waardoor er ook meer verblijfsruimte ontstaat voor vooral de bezoekers. Mensen die een kopje koffie komen drinken en het winkelend publiek. En ook een veiligere situatie ontstaat. Daarnaast is omdat er samengewerkt is tussen een commerciële ontwikkelaar en een woningcorporatie, in dit geval Maasvallei, is er ook de mogelijkheid gecreëerd om sociale woningen toe te voegen. Wat ook voor de samenhang van de wijk en de bevolking en het plek krijgen van mensen in de buurt, ook betaalbare woningen, belangrijk is denk ik voor de doorbloeding van de buurt en de levendigheid en sociale veiligheid. Door de woningen los te koppelen van de winkels en de woningen een eigen entree te geven, krijg je ook niet dat je 's avonds in een verlaten winkelgebied naar je woning toe moet. Maar dat ook daar met het bovengebied, met een eigen parkeerplaats, parkeren voor de deur voor die bewoners, met een tuintje in het groen, in alle rust, dus niet in de reuring van het winkelcentrum, een goede combinatie is gemaakt waarbij je dat winkelen wel heel dichtbij hebt voor de nieuwe bewoners. We wonen dicht bij de winkels, dat is al heel makkelijk. We kunnen met de lift naar beneden, komen bij de winkels uit en kunnen ook weer met de boodschappen naar boven. En we hebben geen last eigenlijk van de Akersteenweg. Alleen als ziekenauto en brandweer komt, dan klinkt dat een beetje heel hard hier op het binnenplein. Maar we kunnen hier alles doen op het plein. We hebben een jeu de boulebaan. Het is hier gewoon heel gezellig wonen.
Iedereen zorgt voor iedereen. Iedereen let op iedereen. Er wordt altijd alles samen gedaan. 2 keer per jaar hebben we een gezellige dag. De barbecue of een nieuwjaarsborrel. Of... Het is altijd heel erg leuk onder elkaar ook. Er wordt ook op elkaar gepast. Het is net of we altijd op vakantie zijn. Hier in winkelcentrum De Lijm, er zijn 2 generaties van winkelcentra te vinden. Het oudere deel en het nieuwere deel. Een nieuwere deel van een architecte, van Peter Klaasens, dat heeft de karakteristiek dat bovenop de winkels prachtige appartementen zijn gerealiseerd. Waardoor je een integratie krijgt tussen winkelen en wonen. Dat is een soort nieuwe typologie die vraagt om een bijzondere aanpak. En dat is in dit geval heel goed geslaagd.